Afgelopen winter zagen Oekraïnse steden er vaak zo uit. Het stroomnetwerk kon de vele Russische aanvallen niet aan en de bewoners zaten in het donker in de kou. Oekraïne zegt nu beter voorbereid te zijn. Maar hoe ziet dat eruit? Als voorbeeld pakken we deze elektriciteitscentrale. Afgelopen winter werden energiecentrales veelvuldig aangevallen door deze kamikaze-drones. Aanpassingen moeten dat deze winter voorkomen. Zo zijn de centrales versterkt met zandzakken en cementblokken. Die moeten de impact van een aanval beperken of puin tegenhouden, zodat bij een afbrokkelend gebouwtje meer schade kan worden voorkomen. In een interview met het Duitse blad Der Spiegel stellen de Oekraïners 300.000 ton cement en 200.000 ton zand te hebben toegevoegd aan de centrales. Ook zijn belangrijke onderdelen van de centrale in metalen kooien gestopt. Belangrijke centrales worden daarnaast beschermd met raketafweersystemen, zoals de Patriot. Zo'n geavanceerd luchtafweersysteem moet zelfs de zwaarste aanvallen, zoals ballistische raketten, tegenhouden. Tussen oktober 2022 en april 2023 zijn er maar liefst 1200 aanvallen op Oekraïnse energiecentrales geweest. Hoewel veel is gerepareerd, haalt het stroomnetwerk nog niet de helft van de capaciteit van voor de oorlog. Het wordt hoe dan ook weer een spannende winter, waarin de Oekraïners hopen dat de infrastructuur het houdt en de straten verlicht blijven.